Het ministerie van Handel en Industrie wijst de samenleving er wederom op dat het verboden is goederen, diensten en huurprijzen in vreemde valuta aan te duiden. Ook mag de maximale winstmarges, zoals wettelijk is vastgesteld, niet overschreden worden en is het verboden om in vreemde valuta te verhandelen. Het verhandelen van vreemde valuta is slechts toegestaan aan de Centrale Bank van Suriname, de deviezenbanken en officiële geldwisselkantoren, als ook degene die beschikken over een ontheffing verleend door de deviezencommissie. De Economische Controledienst, ECD, van het ministerie van HI zal wederom bij de diverse winkels en ondernemingen op basis van het bovengenoemde controles uitvoeren. Bij overtreding zal HI in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en de Centrale Bank van Suriname streng optreden op basis van de wet economische delicten en andere wettelijke regelingen. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting plaatsvinden.